Hey, vet dat je weer kijkt. Gaan we lekker het bos in vandaag. Even een tijdje niet meer geweest, maar we kunnen weer even. En ik heb een goede dag uitgekozen, want het is nog deels wit. En het is ook nog berijpt ook zelfs, dus ik heb helemaal mazzel. Dus ik ben heel benieuwd wat we gaan zien vandaag. We gaan erop uit, let's go! Het is wel echt gaaf nu zeg. Mistig. Nog sneeuw. Ook glad. IJs. Af en toe lijkt het net alsof ik op een mat met rotjes loop. Dan kraakt het zo. Maar wel gaaf. En koud. Vet, eerste dam werd alweer. Ik wou vanochtend eigenlijk nog zeggen, ik ga op zoek naar Nederlandse rendieren. Damherten komen het meest in de buurt. Zijn het natuurlijk niet, maar wel leuk. Gaaf. Tot zover een stille aankomst. Nou, een plaatje met sneeuw, dat hebben we ook weer achter ons gelaten. Dat kraakt ook als de ziekte. Maar we hebben wel meteen weer een paar damhertjes gezien, dus dat is cool. En nu op zoek naar meer. Ben benieuwd. De vogel uit het filmpje net boven die boom, dat is een raaf. En de raaf, dat is de grootste zangvogel van Nederland. Echt super vet beest. Was ik een tijdje bijna weg uit Nederland, maar heeft het weer aardig gered hier zo. Echt heel gaaf. Kikken. En de eerste damherten. En nu heb ik de eerste Eduard gezien. Een hinde, die stond lekker in de mist te grazen. Ik ben benieuwd, misschien nog een paar gewijdragers, dat zou wel heel vet zijn. In de mist natuurlijk, hè. We willen wel alles. Ik heb bijna vergeten dat als het dan zo de donkere, koude dagen voor kerst zijn, om nog eens even naar buiten te gaan. Want man, wat is het weer schitterend zeg. Echt ongelooflijk. Mistbanken, herten. Dat is toch kicken. Echt vet. Er is een behoorlijke laag mist over het veld getrokken. Nou, het begint alweer iets later op de ochtend te worden. Dus je merkt dan ook eens dat de herten zich alweer wat meer aan het terugtrekken zijn. We hebben al een paar gave dingen gezien. Damherten, edelherten op een berijpt veld. Kikken. Ik ben benieuwd of er nog wat gaat komen. Zou gaaf wezen.
Nog een vette edelhert hinder. Gaaf man. Het is echt een lekker ochtendje zo. Veel mooie dingen te zien. Echt mooi. Tof. Ik heb altijd een beetje een haat-liefde verhouding met de winter. Het ene moment heb ik namelijk zoiets van, die winter, koud en nat en ellendig. Maar ja, als je dan dit soort decemberochtenden hebt, hè, ja, dat is wel weer kicken. Dat is mooi. Dus dat vind ik dan altijd wel een beetje, dat ik denk van, de winter is zo slecht nog niet. Het mooiste is de herfst, maar de winter is ook wel heel mooi. Ik acht de kans dat ik hier op het veld nog wat gezien niet zo heel groot. Zoals je misschien achter mij wel ziet, het is behoorlijk mistig. Wel heel mooi, maar ik denk niet dat ik nog veel ga zien op het veld. Er ligt hier verderop ligt er een mooi voorbeeld van waarom het toch altijd wel link kan zijn om met sneeuw het bos in te gaan. Want, moet je kijken hè. Deze tak die is gewoon finaal afgebroken. Kijk maar. En dat komt dan omdat er zoveel sneeuw gevallen is dat die takken gewoon te zwaar worden en dan breken ze gewoon af. Dus het is wel heel mooi altijd als je met sneeuw het bos in gaat. Maar als je nou zelf dan ook een keer wil gaan, pas wel echt heel goed op hoor. Want als je zo'n zware tak op je hoofd krijgt, dan ben je niet gelukkig. Het voordeel van sneeuw is dan weer, je kan goed diersporen vinden. Kijk maar. Oei. Niet te missen. Dat is grappig, net nog een paar damherten. En daar kwamen een paar mensen kwamen mij tegemoet gelopen. En we zagen ze precies op hetzelfde moment uit de bosjes. Dus alle twee zag je zo. Zij zagen mij denk ik zo van, oh, oh. En ik zag hun echt zo van, oh kijk. Wel grappig. Het zit er weer op. Ik ga weer naar huis toe. Het was ontzettend vet. Hele gave ochtend. Sneeuwresten, rijp op de velden, mist, herten. Echt super vet. Ik hoop ook dat je het vet vond om mee te kijken. En ik hoop dat je de volgende keer ook weer meekijkt. Vergeet het ook niet even om op abonneren te drukken. En zie je de volgende keer weer. Tot dan. Doei doei!